allemaal. Vandaag heb ik jullie mijn favoriete ontbijtje laten zien, net als alle andere fams. En het ontbijt dat ik vandaag ga klaarmaken zijn wentelteefjes met blauwe bessen, een beetje kaneel en gecondenseerde melk voor wat extra zoetigheid. En het is heel erg simpel en snel om klaar te maken, dus mocht je daar benieuwd naar zijn, blijf dan vooral kijken en ik wens je heel veel plezier. Je hebt nodig kokosolie om in te bakken, kaneel, gecondenseerde melk, volle melk of halfvolle melk, blauwe bessen, 2 eieren en natuurlijk sneetjes brood. Het eerste wat je moet doen is de melk samenmengen met de eieren en het kaneel. En hier dompel je straks de sneetjes brood in. Dompel de sneetjes brood goed in het mengsel zodat het een beetje opgezogen wordt. En dan kun je ze daarna gaan bakken. Nu verdeel je wat blauwe bessen over de wentelteefjes en daarna doe je nog een klein beetje gecondenseerde melk of eventueel suiker eroverheen. En voor wat extra smaak kun je ook altijd nog wat meer kaneel toevoegen. Zo, en dan is dit mijn favoriete ontbijtje aller tijden. Ik ben benieuwd of jullie het een keer gaan proberen en dan zeg ik nu alvast eet smakelijk, want het is super lekker. Tot de volgende keer, doeg! Hoi, mijn ontbijt is heel erg snel, heel erg makkelijk en vooral heel erg lekker. En ik eet het eigenlijk altijd voordat ik ga sporten of als ik snel de deur uit moet. Het is gewoon heel erg makkelijk en snel klaar te maken. En op deze manier heb ik allemaal gezonde voedingsstoffen, heb ik eiwitten, ik heb fruit, ik heb goede vezels. En ik kan er gewoon de hele ochtend tegenaan. Kijk mee en dan ga ik even laten zien hoe ik het klaarmaak. Ik begin met wat fruit uit de diepvries. Eerst wat mango, ongeveer een handje. En daarna doe ik er ook nog wat diepvries frambozen bij en laat het even ontdooien. Dat kan de magnetron, maar ik doe het vaak ook de avond van tevoren. Daarna doe ik er nog wat havermout bij en dat is ongeveer 40 gram. Daar gaat nog wat yoghurt overheen. Ik gebruik meestal magere, maar dat komt omdat ik dat lekkerder vind. Maar je kunt ook halfvolle yoghurt doen. Om nog wat gezonde vetten en eiwitten toe te voegen, doe ik er nog wat gebroken lijnzaad doorheen en ook nog wat hennepzaad, van allebei een eetlepel. En om het nog wat zoeter te maken, doe ik nog een heel klein beetje stevia er doorheen, een paar druppeltjes. Dan natuurlijk even alles goed mengen en dan laat ik het vaak nog een paar minuutjes staan. Bij een ontbijt hoort natuurlijk een grote beker thee, dus die moet er natuurlijk ook nog even bij. Tada, en je ontbijt is klaar. Eet smakelijk, hopelijk heb ik jullie op ideeën gebracht en tot de volgende keer. Doei! Hoi allemaal, ook ik ga jullie vandaag laten zien wat ik graag als ontbijt eet. En het is geen brood, misschien verbaast je dat, maar ik ben niet zo'n broodfan. Wat ik wel doe is fris ontbijten. Dat is of fruit of yoghurt en daar drink ik graag koffie bij. Liefst ijskoffie, want ja, fris, koud, je kent het wel. Dus yoghurt en ijskoffie en dat ga ik jullie nou laten zien. Dus blijf vooral kijken. Voor de yoghurt heb je nodig natuurlijk volle yoghurt, muesli en een stukje fruit naar keuze. En ik kreeg vandaag voor een mandarijn. En die ga ik eerst even schillen. Dat doe ik met een mesje. Daarmee snijd ik eerst heel kort in de mandarijn. En daarna kun je hem gemakkelijk pellen. Het ligt er een beetje aan wat ik in huis heb. Soms pak ik een banaan, soms een mandarijn, kiwi, noem maar op. Maak het toch wel een stukje lekkerder. Nou, de stukjes mandarijn zijn klaar. Die leg ik alvast even klaar op een plankje. En dan is het tijd voor de yoghurt. Ik vind zelf verse volle yoghurt het lekkerst. Maar je kunt natuurlijk halfvol of vanillejoghurt bakken. Met wat jij lekker vindt. En hier gebruik ik eerst een klein laagje van, dan de muesli en vervolgens nog een laag yoghurt eroverheen. En dat maakt uiteindelijk het mengproces wat makkelijker. Dan vervolgens de mandarijntjes daaroverheen. Net zoveel als jij wil. De andere vier heb ik gewoon eventjes apart opgegeten. En daarna ga ik natuurlijk alles even goed door elkaar heen roeren. Beetje ijskoffie erbij in een leuke mok en je bent klaar. Dit is mijn ontbijtje en dit is echt mijn favoriete winterontbijtje van het moment. Het is Brinta, ja ik weet, Brinta is een beetje babyontbijt, maar ik vind het zelf gewoon echt heel erg lekker. En vooral in de winter vind ik het gewoon heel erg lekker. Ik vind het eerlijk gezegd lekker dan havermout. En daarbij heb ik dus appel, wat amandelen. En dit is echt heel erg snel gedaan, maar vooral voor in de winter omdat het warm is en buiten is het koud, vind ik het echt heel erg lekker. Dus ik laat zien hoe ik dit maak. In een kommetje doe ik wat sojamelk. Normale melk vind ik niet lekker, dus vandaar dat ik altijd voor sojamelk ga. Dat is net iets zoeter. Je moet er maar wel van houden. De een vindt het lekker en de ander niet. Nou, die melk die warm ik op in een magnetron.
En ondertussen pak ik de Brinta. Nou, dit is eigenlijk verkoren granenontbijt. Gewoon van het huismerk. Maar hetzelfde als Brinta. De Brinta doe ik daarna het kommetje met opgewarmde melk. En de hoeveelheid doe ik eigenlijk gewoon een beetje op gevoel. Ik ga er met een vorkje doorheen. En als de structuur gewoon een beetje pappig is, dan is het oké. Maar bij mij was het nog net iets te waterig. Dus ik deed er iets meer bij. En dan ga ik weer met een vorkje doorheen totdat het oké is. Nou, wat ik heel vaak lekker erbij vind is een appeltje. Een appeltje met kaneel. En het allerlekkerste vind ik om even de magnetron te doen. Want dan wordt het echt zo'n beetje zo'n appeltje, net als in een appeltaart. Een beetje, ja, die structuur. Ik hou er wel van. En dit doe je vervolgens dan in het kommetje. Ik eet het of met rozijnen of met amandelen. Maar net waar ik zin in heb. Vandaag ben ik gaan voor amandelen. En dan ben je klaar. Heel simpel en lekker. Goed. Wat eet ik altijd als ontbijt? Meestal eet ik gewoon een speldboterham met pindakaas of yoghurt met granola, maar ik wil niet elke dag hetzelfde eten. Dus ik maak ook heel vaak deze bananenpannenkoekjes. En ze zijn super makkelijk en snel te maken, want het enige wat je nodig hebt is een banaan en 2 eieren. En even kijken, best wel wat kaneel. Nou, je begint gewoon met de banaan te prakken in een kom. Die ga je even prakken, zo. Zorg dat hij zo plat mogelijk is, want daarna ga je de eitjes erbij doen. Ja, en dan ga je gaan even lekker wisselen. En dan als laatste nog een beetje kaneel eroverheen. Mag best wel veel. Zoiets. Dat nog even husselen. En dan is je beslag eigenlijk al klaar. Nu hoef je het eigenlijk alleen nog maar te bakken in een klein beetje olie of in een beetje kokosolie. En het is eigenlijk een heel erg gezond recept zonder suikers. Maar ik vind het wel lekker om er straks nog wat honing aan toe te voegen. Hussel de bussel. Gooien we ons spulletje in de pan. Ho, er zit nog wat bananenbrokjes toch nog wel. Niet goed geroerd, Sonny. Een paar blauwe besjes in. Ik moet trouwens wel even zeggen dat dit niet een super mooi gerecht is om te zien. Meestal ziet het er een beetje, nou ja, lelijk uit. Maar het is gewoon lekker. Dus ja, ik kan daar wel doorheen kijken. Ik hoop jullie ook. Hoppa. Oh shit. Jongens, dan gaan we een keer een video maken en dan doe je het zo. Sonny, Sonny, Sonny. Nou, zo zien ze eruit. En als laatste gooi ik er nog een heel klein beetje honing over. Wee, om het lekker zoet te maken. Nou, het is al zoet, maar gewoon voor wat extra lekkernij. En dan is dit het eindresultaat. Ik zei het al, het ziet er niet super, super lekker uit, maar het is wel heel lekker. En vooral gezond en afwisselend. En dat vind ik belangrijk. Doei, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.